Nou, dames en heren, alweer 4 weken voorbij. Nogmaals, de tijd vliegt. We hebben ook voor de heren deze keer iets extra's. Verder is het weer een afwisselend programma. Onze onderwerpen zijn Spoorwegmuseum in Utrecht, Kantmuseum in Horst, Koperslagersmuseum in Horst, de Stijlerdag in het Schutterijmuseum met wat nummers van de Vriendenkring en Campanella. En we sluiten af met de Cultuurdag in Venlo. Veel kijkplezier! We nemen u mee naar het Spoorwegmuseum in Utrecht. Deze keer dus wat extra's voor de heren. Er staat van alles keurig in het gelid en mooi gerestaureerd en onderhouden. Van locomotieven en treinstellen met coupés voor passagiers, alsmede wagons voor goederenvervoer. Ook hebben ze oude bestelbussen. Let eens op de oude theebussen van Van Nelle. Van alles hebben ze uitgestald staan. Je vraagt je af, hoe komen ze toch aan al die oude materialen? Vandaag arriveerde het Thaise koninklijk gezelschap Koning Boemibol en Koningin Sirikit met de koninklijke trein op het Staatsspoor in Den Haag voor een staatsbezoek van 4 dagen aan ons land. Hier werden zij welkom geheten door Hare Majesteit Koningin Juliana, Prins Bernhard en de prinsessen Beatrix en Irene. Het Kantmuseum in Horst heeft een Russische tentoonstelling. Wij, als leek, denken daar misschien makkelijk over om naar zo'n tentoonstelling te gaan. Maar om deze hier te krijgen heeft wel 3 jaar geduurd. Dus intensief onderhandelen en duidelijke afspraken maken. Het resultaat is dan ook wel verbluffend. Je reinste borduurkunst is hier tentoongesteld. Wij hopen dan ook u een goede indruk te kunnen geven over onder andere de verscheidenheid. Van sieraden tot kanten kragen, van paraplu's tot jurken en tops voor zowel overdag als avondkleding. Het zijn je reinste textielwonderen. En wat een combinaties van stof en borduursel, geweldig. We laten u nu rustig genieten van al dit fraais, wat gemaakt is met een grote precisie in de diverse disciplines uit de Hogeschool voor Volkskunsten in Sint-Petersburg.
Dit zijn allemaal eindexamenstukken. Op de hogeschool worden de traditionele technieken onderwezen en de studenten passen deze zelf toe in hun hedendaagse ontwerpen. Het Koperslagersmuseum is ook in Horst. En ach, we waren er toch, dan proberen we die ook nog even mee te pakken voor u. We werden ontvangen door mevrouw Nelly van de Beelen. Ze heeft er ook het een en ander over verteld.
Het is een klein museum, staat wel bomvol met koperen stukken, maar ook brons en tin is aanwezig. Het is opgezet door de opa van de heer Paul van de Beelen, een begrip op koperslagersgebied in Horst. Er staan stukken in de vitrines die de heer Paul van de Beelen zelf heeft gemaakt. Zeer fraai werk. Nu ben ik een grote leek, maar dit is echt geweldig vakwerk. Je kijkt dan ook je ogen uit. En niet alleen van de hoeveelheid wat er is uitgestald, maar ook de fraaie vormen van kandelaars, wijwaterbakjes, koperen pompen en pannen, je kunt het niet zo gek opnoemen of het staat er. Bij binnenkomst is er een winkeltje waar je leuke kleine cadeautjes kan kopen. Dat is weer eens wat anders. Er is ook een atelier nagebouwd met origineel gereedschap, maar wel in het klein. Nou ja, klein. Ik vond dat er nog veel stond. Maar in het eigen atelier van Paul was alles in veelvoud. Erg leuk om eens binnen te lopen in Horst in de Gasthuisstraat. Thank you.
Looping. En dat is een actief cultureel festival voor ouderen met een jonge geest. Dat zijn jullie. En dat betekent echt dat jullie vandaag allemaal mogen kiezen wat jullie willen doen. Als het goed is, hebben jullie een programma, een timetable heet dat dan. Dan kunnen jullie ook zien wat er allemaal te doen is. Dit was georganiseerd door het Kunstencentrum Venlo en het SOP Venlo. De inloop was gratis en het was inderdaad een hele dag. Wat werd er gedaan? Collages maken met Eva Geutjes. Ja, laat je niet afleiden. Oh, ik ben mooi aan het kijken. Wow, handig hè? Het is mooi hè? Dat is te mooi. Is leuk. Ja, kom door mensen. Zo. Schilderen met Ashwin Breur. Heb je dat al vaker gedaan? Nee, nog nooit. Oh, heerlijk. Nooit, want dit is echt uitproberen nou of dat wel of niet leuk is. Ze heeft het zelf getekend. De hels. Of zelf goed getekend? Nee, niks. Gewoon zo. Gewoon zo meer. Goed de hand. Aan zo'n dekker gedaan? Nee, nooit. Ja, vaak begint het schilderij met kleurverwerking. En dan... Ook nog nooit geschilderd? Nee. Nog nooit. Ja, wel eens. Maar niet zoals dit. Nee, nee. Dus dat is wel mooi. Creatief, hè? Ja, zeker. Eerste keer. Dus, ja. En nog interesse voor meer door te gaan? Ja, eens kijken hoe het bevalt, hè? Als ze de doorloopschool in de vaart, dan heb je echt best een leuke fantasie. Wat is dat is mee? Want het hoeft. En vind je het ook leuk? Het is leuk, ja. Vooral omdat het een beetje kniederen zo. Ik haal dat in zoen van felle kleuren. Ja. Mooi. Ik vind het heel kunstig allemaal. Waar blijft? Ik vind het allemaal veel kunstig dat ze dat nooit gedaan hebben. Ja. Maak je eigen lied. Met Benjamin Elshout. Met een beetje daar en hier is dat helemaal mijn ding. Dus dan ben je daar, dan laat je dat er vier bij moet kosten. En is dat helemaal mijn ding? Nou, maar eigenlijk dan zouden we er een zin bij kunnen. Wat is dat? Wat zouden we dan op einde gedaan? Dat is iets met reizen. Dat is iets met We blijven niet thuis, maar wij zijn hier. Helaas is er vandaag geen bier. Maar toch wordt het een leuke dag. Die we beleven met een lach. Met ons gaat het prima en dubbel oké. Dankzij de centjes van de AOW. Altijd hard gewerkt en nu tijd zat. Lekker lang liggen in het bad. We leven gezond en bewegen goed. En genieten volop, dat is goed voor het bloed. Mensen doen lekker met ons mee. Misschien komen dan nog op tv. Mensen doen lekker met ons mee. Misschien komen dan nog op tv. Yo, 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 yo. En van je 1, 2, 3, 4. Lekker bezig zijn in de tuin. Bij een zandje word je ook nog bruin. Zwerf bloemen, vogels, bijen die zoemen. La la la, ik let op gezonde voeding. Dit biertje hier, daar en hier, is dat helemaal mijn ding. Goed zo, oké. Okay. Refrein doen, komt ja. Mensen van je mensen doen lekker met ons mee. Misschien komen dan nog op tv. Mensen doen lekker met ons mee. Misschien komen dan nog op tv. Oké. Het podium is vrij voor de volgende. 1, 2, 3, 4. Actief blijven is heel erg fijn. Ons als oudjes krijg je de tijd. Vreugde krijg ik door muziek en daarom word ik een eeuwen niet ziek. Zomaar oppassen is een lust, vooral als een kindje bedankt met een kus. Met de e-bike fietsen in de natuur en wandelen al is het weer nog zo guur. Met af en toe gezonde voeding, geniet
genieten van de laatste LP. 1, 2, 3, 4. Mensen lekker met ons mee. Misschien komen we dan nog op tv. En mensen lekker met ons mee. Misschien komen we dan nog op tv. Tel tot vieren van je 1, 2, 3, 4. De grijze golf gaat op vakantie. Willen menig vreemd land zien. Zijn dol op vreemde culturen. Willen thuis niet zitten te verzuren. Overdag smullen van een lekker gebakkie. Straks gaat het wit weer in een bakkie. Potpoffers staan in de hoek. Lekker dromen van een skinnybroek. Het hoofdtoestel staat dan al uit. Want de buren maken veel te veel geluid. Yeah, komt de Jaan en van je mensen doen lekker met ons mee. Misschien komen we dan nog op tv. Mensen doen lekker met ons mee. Misschien komen we dan nog op tv. Yeah, fantastisch. Jouw eigen naam als kunstwerk. Met Josje Wolters. Oh, dat is alleen maar schoen. Dat is een goede ervaring. Doe. Een beetje zo'n ding. Nee, hoef je direct erop te komen. Creatief denken. Samen met Martijn van der Voort. Dus, en hoe kom je binnen in dat paard? Nou, een beetje wel als we naar vanuit gaan met het raam. Ik denk ook aan die vissen, maar als het raam open staat en er heel veel water, regent heel hard en heel veel water komt er naar binnen. Ja, die vissen, die spinnen die lopen daar zo wel, hè? Ja, die kunnen niet zwemmen. Maar die spinnen zijn niet op de zee, hè? Fotografie. Het team van Astrid Rooks. In de middag was nog een glaskralen maken met Bernadette Moerkerk, boetseren met Jos Beurskens, er was koorzang met Anja Straatman, dansen met Aletta Smit, mode met Mieke Arts en muziek beluisteren door Maurice Wiegen. Het was een vol programma. Dit was het weer met onze uitzending van nummer 84. We hopen dat u een leuke indruk heeft gekregen van de gebeurtenissen in de zomer 2018 in onze regio en daarbuiten. We zien u dan ook graag de volgende keer weer terug. Voor nu een hele fijne dag. Dag allemaal!